opinie maken. Kijk, ik denk altijd, die man had hartstikke goed staatssecretaris kunnen worden in het kabinet Erdogan. Dan een soort van de propagandachef. Van, dit is typisch de reactie van iemand die niet gewend is aan, laten we zeggen, liberale omgangsvormen. Dat jij zegt A, ik zeg B, dan krijg je een debat. En misschien is het wel AB of B-min of A-min. Maar het is een man die dus niet gediend is van enige vorm van kritiek. En ook daar helemaal geen cultureel gevoel voor heeft. Een debat zoals we dat hier hebben, kent hij niet. Het is A of B. En ja, dat is een heel gevaarlijke denkwijze. En ik denk dat hij helemaal niet snapt hoe dat in zijn liberaal. Ik zeg het allemaal wat hoogdravend, maar ik meen het wel. He, zoals de oude Jefferson zei, the battle of ideas, daar worden we beter van. Daar is hij niet van. Hij houdt niet van the battle of ideas, zoals we dat hier hebben. Eigenlijk is hij niet zijn instinct. Dus hij denkt, de mensen waar ik het niet mee eens ben, die wil ik aanlijnen. Paul Slettenhuis, wat maakt u hiervan? Nou, wat je zegt, hij snapt het niet. Ik denk dat ook echt een probleem is bij hem. En denkt u dat echt dat hij het niet snapt? Nee, hij snapt het niet. Nee, hij snapt komt hij toch gewoon vandaan? Nee, hij begrijpt het echt niet. En dus dat vraag is, kan je het iemand dan echt kwalijk nemen? Of kan je de tijd van arbeid kwalijk nemen die hem hebben opgeleid? Of ja, geprobeerd. Dit is gewoon meer gênant wat hij doet. Dat kan ook niet, het is tegen de grondwet. Dus ja, er wordt natuurlijk scherp afstand van genomen. In sommige landen gebeurt dat inderdaad wel. Een controlemechanisme voor de media. Ja, en dat is natuurlijk gewoon afschuwelijk. Helaas zijn er veel van dat soort landen. Nou, heel verwerpelijk en ja, niet te veel aandacht aan geven. Maar goed, hij zit natuurlijk wel in het parlement, dus ernstig is het eigenlijk wel. Juliette Rot, we gaan er niet heel veel aandacht aan geven hoor, maar toch nog dit even. Denk pleit voor een journalistieke eed die zou moeten worden ingevoerd. Een beroepseed, zoals ook artsen die afleggen. Bankiers trouwens ook, hè, nu. En verder ziet hij graag ook een ombudsman die over alle media waakt. Wat schieten we daar volgens u mee op? Nou, ik zou het niet weten, maar ik ben ook zeer verbijsterd om te horen dat hij niet zou begrijpen hoe Nederland werkt. Volgens mij is het ook gewoon een Nederlands staatsburger, sterker nog volksvertegenwoordiger. Precies. Dus hij zou moeten weten dat de media sowieso een waakhond is van de democratie. En ik prijs me gelukkig dat ik in een land woon met onwijs vrije pers. En dat moeten we ten alle tijde bevechten. En ik zie totaal niet in waarom de media gecontroleerd moet worden op een andere wijze dan dat tot nu toe plaatsvindt.